Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I... Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar Vlog Mesdag 2. Het is vandaag zaterdagochtend en ik zit in de auto. En als je heel erg veel zin hebt in deze tweede Vlogmas video, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet en even abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met de tweede Vlogmasdag video. Maar het is dus nu zaterdagochtend en ik heb vannacht bij Mick geslapen. En hij moet nu voetballen, dus ik rijd weer naar huis toe. En ik ga zo meteen sporten met Amber. Ik ben echt helemaal kapot, maar ja. En gisteren was ik dus naar het theater met school. En ik had serieus er gewoon over gedroomd. Omdat het gewoon zo gek was. Ik ben wel echt heel erg benieuwd wat jullie van de vorige vlogmas vonden. Dus stel je vond het leuk of je hebt nog tips. Laat dat zeker achter in de comments. Want daar leer ik alleen maar van. En vanavond moet ik oppassen. En dus ik weet nog niet. Want ik kan daar natuurlijk niet filmen. En ik ga misschien straks nog even naar de stad toe. Dat weet ik namelijk ook niet zeker. Maar ik ga eerst nu met Am sporten. En ik zal dus even filmen wat Am en ik dus allemaal doen tijdens het sporten. Oké, ik ben weer thuis. Ik ga lekker naar binnen toe. Dan ga ik heel snel ontbijten. En dan ga ik met Am sporten. Want we gaan om 11 uur sporten. En de klok in mijn auto is nog steeds een uur verkeerd. Dus ik dacht... Waarom stelt hij nou niet scherp? Dus ik dacht eigenlijk dat het al een uur later was. Dus eigenlijk is het nog echt heel erg vroeg. Misschien ga ik vanmiddag nog wel eventjes iets doen. Ik ben thuis. Ik zie er echt niet uit. Maar ik ben even mijn sportkleding aan het aandoen. Alleen, ik had dus vorige week vrijdag met Black Friday altijd dus een pakketje besteld bij Zalando. En het is nu zaterdag en het is er nog steeds niet. Maar als het goed is, komt het dus vandaag. Maar ja, het is gewoon natuurlijk super irritant. Want ik wacht al echt de hele tijd erop. En ja, dat dus. Dus ik moet nu even iets anders, want ik had onder andere sportkleding besteld. Omdat ik echt te weinig sportkleding heb voor het aantal keer dat ik sport in de week. Nu lijkt het net of ik echt elke dag naar de sportschool ga, dat is ook weer niet zo. Maar je snapt het idee, je kan het natuurlijk niet twee keer aan. Dus ik ben nu even aan het zoeken, want ik wil eigenlijk een shirt met lange mouwen aan. Ik weet dat dat een beetje gek is met sporten, maar ik vind dat echt heel fijn. Oké, ik heb alles gepakt en ik ben nu onderweg naar Amber en dan gaan we dus sporten. Zin in. Ja, nu ik in de auto zit heb ik wel meer zin. En ik ben echt de hele dag dat nieuwe album van Frenna aan het luisteren. Ik vind het echt een heel erg leuk album. Een paar liedjes vind ik wel echt gewoon ruk, maar sommige vind ik echt heel erg leuk. En ik heb net de ene vlog helemaal afgemaakt en online gezet. En ik denk dat die wel heel erg leuk is. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Am en ik zijn in de sportschool. Oh ja, je hebt geen make-up op. Ik zal mezelf doen. Niet dat ik er zo goed uitzie met make-up slapen. Ik lijk ook echt een jongen altijd als ik zo mijn haar heb. When you tore this place down, and you can't hear these cries coming from the part of my heart that should never say goodbye. But tonight, everything I've ever had let go from your eyes. Everything you wanted me to know. Oké, Am en ik hebben dus net de cross trainer gedaan, onze benen getraind en squats gedaan. Toen hebben we armen getraind. Dat hebben we daarvoor nog gedaan. En nu gaan we dus deze lijst afwerken. Dus als je deze wil zien, moet je hem heel even op pauze zetten. En we beginnen dan met 4 oefeningen voor de benen. Zijn deze, deze, deze en nog eentje die we zelf doen, want deze vinden we niet zo fijn. En dan doen we 4 oefeningen met onze buik en dat doen we met zo'n grote skippiebal. Dat zal ik nu eventjes laten zien.
That shit would drive me crazy. Cause outside, outside is no feelings, baby. You say it's hard to tell what I've been thinking lately. But behind closed doors, I'm a fool for your love. You said we had it all. That shit would drive me crazy. Cause outside, outside is no feelings, baby. You say it's hard to tell what I've been thinking lately. But behind closed doors, I'm a fool for your love. But behind closed doors, I'm a fool for your love. Alma en ik hebben gesport. Lekkere sportkoppies. En we gaan zo even lekker gezellig naar Den Haag. Leuk, leuk. Leuk, leuk. Maar ik ben echt helemaal kapot. Dus we gaan nu even snel douchen. En dan kom ik Amber over een uur ophalen. Ik heb me helemaal klaargemaakt. Echt in een half uur. Dus ik hoop dat mijn make-up er een klein beetje uitziet. Maar ik ga dus nu met Am even naar Den Haag. En dan ga ik even een pashokje shoplog opnemen. Want dat zie ik altijd bij andere mensen. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Alleen, ik heb het zelf nog nooit gedaan. Dus ga kijken wat het wordt. Deze jas doe ik ook eigenlijk nooit aan. Maar ik dacht, ik heb er zin in, dus waarom ook niet. Oké, ik heb allemaal opgehaald. En we zitten weer in de auto. En we gaan nu onderweg naar Den Haag. En dan gaan we eventjes wat leuke dingen kopen. Ik heb volgende week vrijdag schoolfeest. Gala. Oh, heel leuk. Maar ik weet nog niet wat ik ga kopen. Ik heb helemaal hier bij de Zara gezien. Ik zijn in Den Haag en ik stond gisteren ook in deze lift. Voor als je de vlogmas van gisteren hebt gezien. Maar we gaan dus even shoppen en Am gaat misschien dit terugbrengen van Zara. We zijn nu in Den Haag en we gaan even shoppen. Ik zal alles filmen. Ik denk dat we even naar de Pri gaan. Naar de Bershka, naar Zara, naar de Pull & Bear ofzo. Misschien naar de Bijker. Oké. Am en ik zijn in de Pri en er was echt helemaal niks. We gaan zo meteen nog even bij de... Wat heb je eigenlijk aan hieronder? Glittertoppie. Ja. Leuk. Kijk wel. En ik heb wel een soort van pak. Even kijken. En een rokje die wel leuk is. Maar voor de rest konden we eigenlijk niks vinden. Dus nee. We gaan zo nog even bij de accessoires kijken en dan gaan we weer verder. Oké, dit is het eerste. Het is een zwart rokje. En hij heeft hier dus een hele leuke streep. Let niet op mijn witte benen. Huh? Ik denk dat ik deze wel haal. Ik vind dit leuk. Maar hij is wel een beetje groot. Heel leuk met je Senra's erop. Ja, nee, deze ga ik wel nemen. Maar het licht is hier altijd heel lelijk. Oké, dit is een soort van huispakkie. Het bestaat uit een trui en uit een broek. En ik heb die broek expres in een XS genomen, zodat hij een beetje strak zit. En deze in een S. Maar de kleur is ook echt heel leuk. Ja, heel leuk. En de stof. Ja, het is echt heel, heel zacht. Maar ik denk wel dat het na één keer was wel wat minder zacht is. Ja. Nee, deze ga ik denk ik wel halen. Dan had ik deze gewoon, ja. Ja, best wel prima. Oké, Am en ik zijn nu in de Zara. En ik heb een soort van set van dit. Ik weet echt niet hoe dit gaat staan. En deze glitterbroek. Is niet heel veel. Maar als het leuk is, helemaal prima. En we moeten over een uurtje weg. Want ik moet straks oppassen. Dus we moeten nog ook een beetje gaan opschieten. Maar ik zal het even aandoen. Oké, als eerst heb ik deze glitterlegging broek. En ik vind hem wel echt heel leuk. Maar ik weet gewoon niet wat ik hierboven ga doen. Want ja, dit ga ik ook weer niet naar school aandoen, denk ik. Twijfel. Ik weet het niet.
Ik vind hem wel heel leuk, maar ja, waar ga ik dit aan doen? Oké, nu heb ik dit pak aan en ik vind dit echt heel vet, maar ik voel me echt een soort zakenvrouw als ik dit aan heb. Oh, het zit wel echt heel goed eigenlijk. Ik vind deze broek ook echt heel leuk. Alleen ik voel me gewoon echt een zakenvrouw. Ik ga vragen aan Am wat ze ervan vindt. Am! Oké, ik ga jullie hulp vragen. En als de meeste stemmen ga ik het doen. Dus dan ga ik hem misschien bestellen. Of ik koop alleen deze broek. Want deze broek zit prima en hij is ook heel erg leuk. De prijs is, dat zal ik er dan gelijk bij zeggen, €20 en in de maat 36. Dus deze broek. Of ik koop alleen het jasje. Die heb ik wel in de maat 38, maar die zou ik dan op zich ook nog een maat kleiner kunnen bestellen. Het is wel een beetje een zakelijke outfit, hè, dit. Ik vind het wel vet. Of ik koop het dus allebei als set. Ik denk dat ik of de broek koop of de hele set, niet alleen het jasje. Laat zeker even in de poll achter wat jullie hiervan vinden. En dan zou ik bestellen waar de meeste stemmen voor zijn. Oké, Am en ik zijn klaar met shoppen. We hebben best wel wat gekocht. Alleen het was zo druk dat we echt maar naar 3 winkels konden. Dus ja, het is niet echt een hele uitgebreide pashokjes shoplog. Maar het plein is echt super leuk versierd. Ik zal het zo meteen wel even filmen. Maar het is nu 4:30 en het duurt nog een half uur om naar huis te rijden. En ik moet dus om 5:30 oppassen. En, maar ik denk wel dat ik genoeg heb gefilmd voor vandaag. Weet ik wel zeker. Ja. Kijk, hij is nog niet helemaal scherp. Zie je dat? Oh, heel gek. Oké, ik ben terug van de stad met Am. En het is nu echt 5:05 en ik moet over een kwartier weg. Dus ja, lekker gepland allemaal weer. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga in ieder geval een lekkere warme trui aan doen, want ik moet dus oppassen. En ik heb best wel veel leuke dingen gekocht, maar ik ga straks eerst de vlog editen. En dan kan ik daarna zien of ik... ja, of ik eigenlijk nog moet laten zien wat ik heb gekocht. Of ik dat beter morgen kan doen. Morgen moet ik namelijk de hele dag werken. Zo, met wat ik heb gekocht ben ik echt super blij. En mijn pakketje van Zalando is binnen. Van de Black Friday. En ik heb 5 dingen besteld of wel meer. Dus ik ben benieuwd hoe het hier allemaal is ingekomen. Maar dat ga ik straks, of zou ik dat morgen, ga ik denk ik ook doen. Ik ga in ieder geval nu even kijken naar de eerste comments van mijn vlogmus. Ik ben heel erg benieuwd. En dan ga ik even snel mijn tas inpakken. Want anders ga ik het niet halen. Oké, ik ben nu aan het oppassen. En ik heb de kindjes op bed gelegd. Ik was te vroeg aan het editen. En ik zie dat ik nu al meer dan 12 minuten heb. Dus het is helemaal prima. Dus hierbij sluit ik ook de tweede vlogmas video af. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Ik vond het weer heel erg leuk om te filmen. En jullie zien mij morgen weer om 4:00 bij een nieuwe vlogmas video. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doei doei.